Alsjeblieft. Ik schrijf hem op. Is goed. Hi. Kom je voor deze oude zak? Ik kom voor jou, ja. Heb je zo pauze? Nee. Want? Ik wil graag even rustig met je praten. Nee, ik heb wel zo'n pauze, maar... Dat je even in de war bent, dat geeft niets. En ik wil je ook niet dwingen tot een acute beslissing. Ik wil alleen dat je weet... Ik heb zo wel pauze, maar dan ga ik naar Linda. Santi, ik vond het echt heel erg leuk met je, maar ik hoor bij Linda. Ik heb precies 20 minuten pauze. En dat is net genoeg om te vertellen dat ik van je hou. Dat ik echt heel veel van je hou, Linda. Dat ik, Anton Bouwhuis, van jou hou, Linda Dekker. Anton, hoe kan dat nou? Je hebt me aan de kant gezet. Zie dat als een verlaten puberteit. Ik moest gewoon even van me aftrappen. Alles zelf doen. Deed je het maar zelf. Ja, je had binnen no-time een ander. Ik voelde me gewoon slecht over alles. Voornamelijk over mezelf. En zij... Maakte dat je jezelf in hun ogen kon kijken. Het is nu allemaal helder. En ik laat me niet meer door jou wegsturen. Ik heb net nog wel iemand weggestuurd. Een heel lief meisje die dat niet verdiende. Maar... Dit heeft geen zin. Nou, dat denk ik wel. Ik voel aan alles dat het klopt. Eerst haal je mijn leven overhoop, dan haal je Shanti's leven overhoop. Je bent gewoon een grote egoïst. Ja, nou oké, misschien ben ik inderdaad wel een egoïst, maar ik wil ook de allerliefste, allermooiste en de allerlekkerste. Ik wil dat je weggaat. Lieve Linda, al kost het me 100 jaar, hè. Ik heb er een puinhoop van gemaakt. Laat me met rust, ik wil niks meer met je te maken hebben.